Hoi, nou, hier ben ik weer. Ik heb net, of nou, ik ben nu bezig met mijn eerste vlog aan het uploaden. En ja, ik ben mijn tweede over aan het maken, vind het best wel leuk eigenlijk. En als 20% aan het uploaden, nou. Ik ben net ook nog eventjes blokje gaan lopen. Want ik wil mijn conditie opbouwen voor mijn vakantie binnenkort. Want zoals ik al in de voorstellingsblog of vlog had gezegd, is dat ik ook ziek ben. Ik heb de ziekte van Hodgkin. En ja, de alle chemokuren en andere behandelingen, stamceltransplantaties en zo, is mijn conditie achteruit gegaan. Dus ja, dan moet je dat natuurlijk wel opbouwen. Ja, dat gaat niet vanzelf, dus dan moet je natuurlijk lopen, lopen. Het gaat best wel redelijk. En ja, ik denk dat ik wel een kilometer op 5 alweer goed kan lopen. Met kleine pauzes, maar ook niet, het hoeft niet te lang te wezen, gelukkig. Dus dat gaat wel weer redelijk. Ja, dat heb ik ook al nodig. Ik wil graag een rolstoelvakantie hebben. Ik kan ook op vakantie door mijn vrienden. Die hebben een inzamelingsactie voor mij gehouden. Omdat ik natuurlijk nu een uitkering heb en niet kan werken, ja, heb ik heel weinig geld. En vandaar dat ik, ja, ik wil toch nog in ieder geval één keer in mijn leven met mijn moeder op vakantie. Ik heb het nog nooit met haar, ben ik op vakantie geweest. Dus ja, dat willen we toch wel doen. Ook al weten we wel dat het ergens wel ooit een keer zal goedkomen, de ziekte. Willen we toch nog een keer vakantie? En ja, dat hebben de jongens, mijn vrienden. Daar ben ik heel dankbaar op. De jongens van Duindorp en Scheveningen. Die hebben de Emma-familie ook nog uitgehaald, natuurlijk. Die hebben samen met nog wat anderen ook een inzamelingsactie gehouden. En daar is genoeg voor opgehaald, zodat ik in ieder geval de reis kon betalen. We zijn ook net na de inzamelingsactie, zijn we best wel snel eerst 4 dagen naar Presta Palace geweest in Almelo. Nou, dat was ook geweldig. En we hadden dus nog een deel over natuurlijk, logisch. En daarmee konden we in ieder geval de reis betalen voor de aankomende vakantie. Ja, dus dat is geweldig. En daar ben ik ze heel dankbaar voor. Dat zijn echt toffe, dat zijn vrienden. En ze hebben ook wel, ze hebben me al een paar keer meegenomen, een avondje. Net toen ik ziek was. En daarna hebben ze het nog 2 keer gedaan. En nu weer een inzamelingsactie voor mij. Ja, ja, dat is geweldig. Dus ja, nu ben ik lekker druk bezig met de filmpjes. Ik hoop dat het langzaam de kwaliteit ook beter wordt. Ook voor jullie om te kijken en dat jullie het ook heel leuk gaan vinden. Dus ja. Wat gaan we morgen doen? Ik weet het niet. Ik zal het een en ander weer proberen te gaan filmen als het kan. En ik weet het niet wat ik morgen ga doen. Dus ja, misschien dat ik dit filmpje vandaag op 16 juli nog erop gooit. En anders. Het is in ieder geval op 16 juli opgenomen. Voor als er verwarring komt. En ik zou zeggen, kom snel met iets. Wat jullie eventueel willen. Hoe noemen we dat? Op film willen hebben. Of iets. Iets kleins. Niet te gek natuurlijk, want ik zit ook met mijn gezondheid. Dus. Ja. De aankomende tijd is ook geen pranks. Of dat soort dingen wat je heel veel ziet. Ook bij vloggers. Dat zou ik niet zo snel gaan doen, denk ik. Maar je weet het nooit. Het kan als het niet te gek is. Ik bedoel, ik ben zelf ook geen. Ik hou zelf ook al van een lolletje. Dus jullie kunnen het zeggen. Ja, ik sta voor alles altijd open. Nou goed. Ik hoop het snel te horen. En ik hoop ze. Veel mogelijk likes en abonnees te krijgen. En bij de 500 likes ga ik wat leuks proberen weg te geven. Of bij 500 abonnees, sorry.
Nou, tot de volgende video weer. Laters.